Oude Delft 161, de kostschool van Mook, waar de jongetjes quasi in kwamen, uit de zwarte met het witte hart gebracht werden toen ze vanuit Afrika naar Nederland kwamen als geschenk voor de Nederlandse koning. En ik ben hier vandaag op uitnodiging van Museum Prinsenhof Delft, hier iets verderop. En die hebben iets voor mij en ik weet dat het van quasi is geweest, maar verder weet ik helemaal niks. Dus ik ga kijken en ik vind het best wel een beetje spannend. Rood was mij verteld, dus dit moet het zijn. En dat is een beker die van quasi moet zijn geweest. En dan zou je denken dat het van zijn studentenvereniging is, maar ik kan nou niet lezen wat erop staat. Dat los, ja. Als dit inderdaad van hem geweest is, dan betekent dat dat hij hieruit heeft gedronken. Het is dus een Duitse bierpul uit zijn gelukkigste periode in Weimar. Freiberg studeerde die, maar in Weimar bij Sophie van Oranje kwam hij veel en heeft hier met zijn vrienden uit gedronken. En eigenlijk krijg ik de behoefte om er water of bier in te doen en dat ook te doen. Ja, dichter bij iemand dan je lippen op de plek te drukken waar zijn lippen stonden, kom je niet snel. Onze kern is allemaal hetzelfde. En het is geloof dat je als je zo'n voorwerp, zo'n heel persoonlijk voorwerp van iemand hebt, dat je dicht bij die kern van diegene komt. En dat is wat ik in mijn boeken doe. Als je iets vindt wat iemand heeft aangeraakt, een bloemetje dat iemand heeft geplukt, dan valt heel veel van de buitenkant van iemand weg. En iemand had dezelfde idee als jij. Die plukt dat bloemetje of die dacht, weet je wat, hier proost, ik neem een slok. Veel simpeler dingen dan waar je naar zoekt. En juist via die simpele ingang van zo'n heel persoonlijk voorwerp, kom je juist op de grotere aspecten van zo'n leven. Zo'n hele bijzondere, voor mij nog extra bijzondere bierpul.